2 maanden bleven de deuren van Hof van Smeden gesloten voor bezoekers. Natuurlijk werden er wel alternatieven gevonden, zoals beeldbellen. Of mijn dochter staat voor het raam te zwaaien, ja. Ja, dat is wel leuk. Maar er is natuurlijk niets tastbaarders dan elkaar weer in het echt te ontmoeten. Het woonzorgcentrum in Emmeloord is een van de 25 verpleeghuislocaties waar een proef wordt opgestart om weer bezoek te ontvangen. Komt je binnen? Ja, klopt. Je mag hier even gaan staan. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal voorwaarden. Dus ze moeten eerst telefonisch een afspraak maken. Dan mag er 1 per kwartier mag naar binnen. Ze krijgen een mondmasker voor, een mondkapje voor. En de handen moeten goed gedesinfecteerd worden. De temperatuur wordt gemeten. En dan mogen ze via een looproute naar hun geliefde of vader, moeder. Ze komen eigenlijk in een soort wasstraat volgens mij. Ja, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? We werken wel heel strikt en dat is wel... voor iedereen even wennen. Maar net zei een zoon van een bewoner, ook al moet ik in een surfpak, ik vind het al heel fijn dat ik mag komen. Dus alles is oké nu. Bewoners konden wel vanaf hun balkon praten met familieleden. En elkaar knuffelen mag nog niet tijdens het bezoekuur. Toch loopt de proef storm. Mensen willen toch graag weer in het vertrouwde appartement zijn bij vader of moeder of bij een dierbare. Gewoon gezellig weer met elkaar kunnen praten in plaats van op een grote afstand. Ik merk ook wel dat familieleden benieuwd zijn hoe vader of moeder in het appartement zich heeft gered. Of wat allemaal nog een beetje schoon is, of de koelkast nog op orde is. Dat soort dingen, dat is ook altijd belangrijk. Want dat hebben de familieleden of mantelzorgers ook als taak gehad. En opeens vervalt dat ook 7 weken. Dus ik snap wel dat ze daar benieuwd naar zijn. Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt, is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Tot de volgende keer. Hey, dankjewel. Doeg!